Hallo iedereen, ik ben Filip Gentele en ik wil jullie eerst vooral bedanken om dit filmpje eens fatsoenlijk te bekijken. Om het eens een kans te geven, iets of wat open-minded te zijn voor deze idee. Want versta me niet verkeerd, ik weet ook, het is misschien iets speciaals of iets anders dan dat iedereen aan het doen is. Maar je moet eens denken, als je in het leven iets speciaals of iets anders wilt dan wat iedereen heeft, dan moet je iets anders doen dan dat iedereen doet. Dat is heel, heel logisch. Even kort over mezelf, hoe ik hiermee in contact ben gekomen. Ik studeer eigenlijk in Amerika, ik ben nu ook terug in Amerika. Ik ben van de zomer terug over huis geweest. Nu, mijn eerste jaar heb ik heel veel nieuwe mensen leren kennen, heel veel nieuwe ideeën en van alles wat weggehoord. En ik moet zeggen, deze is echt veruit interessant wat ik in heel de jaren heb gehoord. Jullie zijn waarschijnlijk zoals mij in een tijd, zijn jullie ook benaderd door een maat van jullie van bekijk deze filmpje eens, dat is super interessant, daar kun je keihard geld mee verdienen. Ik bedoel, ik weet dat ook zo, een manier om geld te verdienen, bedoel, dat klinkt echt wel lush, ik ga er niet over leren, ik vind dat ook. En ik ben normaal uit de persoon die erop zou ingaan, of zijn die manieren om geld te verdienen, weet ik veel wat. Nu, voor een van de redenen ben ik mezelf vrij dankbaar dat ik deze persoonlijk heb bekeken. En gezien dat deze eigenlijk echt wel iets anders is dan al die andere belachelijke dingen, en dat deze echt wel de moeite is. Bedoel, ik moet jullie niet overtuigen hoe goed ik het vind, aanstaan dat ik hier niet staan en dat allemaal beginnen na te leggen. Bedoel, ik vind het altijd wel grappig. Ik ben altijd zo thuis in België, dan ik meetings voor 40, 50 mensen en ik stel ervan voor uit te leggen als ik dat beste idee ooit van dag 1. Maar dat is totaal niet waar. Mensen die mij goed kennen, die weten goed genoeg. Ik heb deze een week zitten bestuderen, voordat ik ben overgegaan om te denken, oké, ik ga deze dus doen. Dus hoe dat ik eigenlijk mee in contact mee kom, is eigenlijk door een maat van mij, de Ryan, die is eigenlijk uit Hawaii. Ryan Thomas, heel een chille gast, die heeft mij in contact gebracht met Kanoa Nartatis. Eén die echt al heel goed bezig is in deze ding, die is er nu 20 maanden bezig of zo. En is juist 20 jaar geworden en die verdient meer dan 10.000 per maand in deze ding. Alleen met Vima. Ik moet zeggen, eerst keer dat ik met Skype was een beetje anders voor mij. Omdat ik heb nog nooit met iemand geskyped of gebabbeld die een jaar jonger was als mij en die 10.000 per maand zat te verdienen. Dus ik, op dat moment dacht ik, oké, ik ga dit wel eens fatsoenlijk bekijken, want die mensen is wel duidelijk met iets of wat fatsoenlijk bezig. Dus, dit is allemaal begonnen, ik ga het systeem aan het begin uitleggen, het is allemaal begonnen met deze. Vima, het basisproduct en naam van het bedrijf zoals hier staat. Vima staat eigenlijk voor Vitamins, Essential Minerals, Mangosteen en Aloe Vera. Heel kort over het product, zo één shotje is alle dagelijkse vitamine, mineralen en antioxidanten voor een dag binnen. Kei interessant, bedoel, iedereen heeft vitamine nodig, allemaal mensen, bedoel, wij hebben dat allemaal nodig, heel logisch. We zijn beginnen uitbreiden met van alle producten. Ik heb hier een hele lijst met alle producten in. Hetgeen wij meestal de jeugd wat drinken, dat zijn energiedrinken, Verb is dat. Je kunt dat vergelijken met Red Bull. Nu, het grote verschil met Red Bull is, deze is eigenlijk gezond. Want in elk van die producten dat ze zijn beginnen uitbreiden, van deze zit dat shotje in. Zoals die Verb dan, die energiedrink van Vima, in Red Bull. Als je dat hebt opgedronken, ja, dan heb je je cafeïne en zo binnen, dat je wat wekkerder bent. Maar je hebt al je dagelijkse vitamine, mineralen en antioxidanten allemaal ook binnen. Dus dat is heel interessant. Nu, jullie zijn dit filmpje niet aan het zien om wat bij te leren over vitamine, weet ik natuurlijk ook wel. Jullie willen allemaal geld verdienen. Nu, om terug te gaan naar het Red Bull en Verve, dat is waar het interessant wordt. Red Bull geeft elk jaar 900 miljoen dollar uit aan reclame. En zegt nu zelf, kijk, we hebben de reclame, we hebben nu allemaal Telen Digital TV, Bijcom TV, weet ik veel wat. Als, je kunt dat gewoon doorspoelen, als wij een film aan het zien, die komt reclame, gaan we naar het wc, we gaan iets aan het eten, weet ik veel wat. Op YouTube, als jullie een liedje gaan opzoeken of zo, en er komt eerst eens belachelijk een ad op, ik weet niet, wel lastig, gaan jullie een ad beginnen uit te zien, wil je deze producten kopen of niet? Nee, je gaat gewoon rechts van onder kijken, 5, 4, 3, 2, 1, skip die een ad. Veel mensen hebben adblockers en zo, bedoel, ik moet het niet verder gaan uitleggen, bedoel, niemand kijkt naar de reclame, dat is een lastige reclame, niemand kijkt er nog naar. Nu, wat deze bedrijf eigenlijk doet, dat is dat houdt heel het budget, wat voor Red Bull 900 miljoen dollar is, houden die gewoon bij en geven het terug aan die consumenten. Dat is al wat ik ben. Ik ben gewoon een consument. Ik koop dat product om de 5 weken aan. En dat is echt een goed product, zoals ik al heb uitgelegd. Dat is echt een van de beste vitaminesupplementen en zo dat er is. Michael Jordan heeft Vima een officieel aan drink gemaakt van de Charlotte Bobcats, een basketbalploeg. Dr. Oz, kun je jullie kennen, dat is eigenlijk een dokter van Oprah Winfrey. Die komt altijd op de show en die is zo van een neutraal standpunt, ziet hij zo producten aan te raden aan echt alle kijkers van Oprah. En Vima is al 2 keer op in de show geweest, dus dat is echt wel een goed product. Nu, het interessante hieraan is, dus zoals ik al zei, die houden al dat geld bijna weer terug aan de consument. Dus al wat ik doe is, om de 5 weken koop ik die producten aan en ik probeer zoveel mogelijk mensen te overtuigen om ook die producten aan te kopen. Hoe meer mensen dat ik onder mij kan krijgen die dat product aankopen,
hoe meer geld dat ik verdien. Heel simpel, want hoe meer mensen dat je onder u hebt, hoe meer punten dat je krijgt, hoe meer punten, hoe hoger je rang in het bedrijf en hoe meer dat je verdient. Zoals hier is uitgetekend, dat is nu maar een stamboomje van 3, maar daar begint het uiteindelijk mee. Je begint hier, dat ben ik dan, en ik ga mensen onder mij zetten. Nu, je ziet, ik heb maar 2 benen, ik kan geen 3 benen maken. Dus stel nu, ik schrijf u in, hier. Ik wil dat jij extreem succesvol bent. Als jij geen geld verdient, dan ben ik ook geen geld. En dat mag ook niet gebeuren, ik wil heel veel geld verdienen, dus ik wil dat jij heel veel geld verdient. Dat is het zalige eraan. De maat die dat aan u deze som kan laten zien, die wil heel veel geld verdienen samen met u. Dat is al wat deze FIMA kort samengevat, dat is, je werkt wanneer je wilt, je werkt met wie dat je wilt, en je hebt geen limiet op wat je verdient. Hier in Amerika zijn er gasten zoals ik nou heb, zoals ik al zei, 10.000 per maand. Je hebt die mannen gelijk Josh Noble, 60.000 per maand, Alex Morton, 90.000 per maand. De gast die er het meeste verdient in dit moment is Thomas Kessin. Je kunt hem ook opzoeken, ik ben niet aan het liegen ofzo, die verdient 500.000 per maand. Die is dan miljonair geworden met dit systeem. Dus heel simpel wat je gewoon moet doen, is gewoon mensen onder u zetten en die helpen om mensen onder u te zetten, die helpen en die mensen om mensen onder u te zetten, heel heel gemakkelijk. Het graven eraan is, je kunt altijd meer verdienen aan de persoon boven u, dus je moet niet denken van, is het gewoon te profiteren wat je kan doen, maar nee, jij kunt je eigen zotte onderneming op starten en veel meer beginnen verdienen als hem. Dus dat is super interessant. Je moet ook niet denken van, ja, als ik hierin stap, die gaat mij gewoon pushen om keihard te doen. Nee, als hij, stel nu ik, als ik nu nog iemand vind, zet ik die gewoon hieronder, want zoals ik al zei, ik kan geen derde been bijmaken, ik zet die gewoon nog eronder erbij. Ook al kent hij die persoon niet, je verdient er ook geld van. Dat is super interessant. Zoals wij in België nog laatst hebben gehad tijdens de zomervakantie, meetings van 60 man en zo. Wij zitten allemaal samen. Waarom? Wij zijn geen concurrenten, wij zijn gewoon allemaal collega's. Serieus, wij werken gewoon allemaal samen. Dus dat is gewoon één grote familie van mensen die in dit systeem geld willen verdienen. Dit is geen raar systeem, weet ik wat. Dit is eigenlijk multilevel marketing, network marketing. Ik weet niet of jullie kennen Donald Trump, een van de rijkste mensen van de wereld, super bekende businessman. Trump Tower heeft hij in Manhattan, New York. Kunnen jullie dat kennen? Mac Miller heeft er een liedje van gemaakt, Donald Trump. Maakt niet zoveel uit, maar bon. Dit is een van de rijkste mensen van de wereld. Nu, die is zelf nog begonnen met multilevel marketing zoals deze. Als hij ziet van, op de manier dat wij nu leven met Facebook en alles, bedoel, die zien gewoon hoe connected wij allemaal zijn. Dat is echt gewoon gestoord hoeveel geld er nog mee te verdienen valt. Dus als hij al ziet van iemand nog zoveel geld mee te verdienen, moet hij zelf ook eens beginnen aan denken, misschien wil je dat ook wel doen. Want als jij nu goed wilt leren basketten ofzo, dan ga je dan luisteren naar mij, die helemaal niet kan basketten, of naar Michael Jordan. En Michael Jordan natuurlijk. Als je heel wat geld wilt verdienen, dan ga je dan luisteren. Uw goede maat die gaat naar dit filmpje misschien mee gaat chillen ofzo, weet ik veel wat, die misschien 10 euro per uur verdient achter de kast van de GB. Nee, bedoel, dat wilde, allez, bedoel, je luistert naar gasten zoals Donald Trump. Mensen die dan met deze dingen bezig zijn. Als je doet wat de goede mannen doen, dan krijg je wat de goede mannen krijgen. Heel simpel. Dat is gewoon hoe dat is. En het graven aan deze is ook gewoon, wij moeten niks nieuws gaan uitvinden. Wij moeten gewoon al een succesvol bewezen formule in Amerika toepassen op een heel nieuwe assetmarkt van Europa. Want in Europa is deze nog kei onbekend. Als je dat niet naar Europa uitbrengt, dan kent er niemand in België dat. Heel simpel. Dat is super, super graaf. Dus dat is echt heel interessant voor ons, omdat gewoon... Wij moeten gewoon een succesvol bewezen formule in Amerika toepassen op een nieuwe assetmarkt in Europa. Dat is heel interessant, met de hulp van mensen die het al gemaakt hebben in Amerika met dit systeem. Dus bedoel, zo moeilijk is dat echt niet. En als je nu kijkt naar Europa, dat helemaal open ligt voor ons. Wij wonen in België, bedoel, hoe handig is dat? Kijk naar een landkaart van, naar een kaart van Europa. Bedoel, centraler dan België in Europa kun je niet raken. We kennen meerdere talen, zitten vlakbij Groot-Brittannië. Ik bedoel, echt, deze is een ongelooflijke kans, een ongelooflijke tijd om deze te beginnen doen. Je hebt hier helemaal geen diploma of weet ik veel wat voor nodig. Je hebt helemaal geen diploma nodig om veel geld te verdienen. Want kijk naar extreme voorbeelden. Ik weet goed genoeg dat extreme voorbeelden zijn, maar kijk naar Steve Jobs en Bill Gates. Die hebben geen diploma. Het enige wat die hadden, dat was een goed idee op de juiste moment en is er keihard voor gegaan. Wat is deze? Is het een goed idee? Ja, want er zijn al mensen miljonair mee geworden met dit systeem. Is het juist moment? Ja, want in Europa is het nog totaal onbekend. En gaan we ervoor gaan? Natuurlijk. We kijken naar onze Facebookgroepen. Wie met België, wie met Succesteam. Het zijn allemaal jonge gasten, we werken allemaal samen. We gaan er gewoon samen keihard voor om dat te laten marcheren. Dus ik zeg het mensen, ik vraag echt geen ja of nee na dit filmpje. Dit is gewoon, misschien jullie eerste indruk, weet ik van wat. Gewoon is om jullie aan te sporen van bekijk het gewoon even. Ik heb de chance gehad dat ik niet zo koppig was om dat direct af te schieten van de mensen, minder ik daarvan heb gehoord.
Ik heb dat eens onderzocht voor een week en daar gezien, oké, shit, dat is echt wel de moeite. En ik moet zeggen, voor mij is het echt heel goed aan het gaan. Voor veel mensen in België ook. Ik bedoel, het is echt super, super snel aan het gaan. Het is echt de moeite, bekijk het gewoon eens op je gemak. En laat mij het weten, zoals ik zei, Philip Gentile. Contacteer mij, voeg mij toe op Facebook. En werk samen met de mensen waar je van hebt gehoord. En serieus, we kunnen hier echt iets super groot van maken. Zoals hier staat, YPR, dat is wat iedereen dat zegt, Young People Revolution. Iedereen zegt altijd van ja, we zijn de verloren generatie en zo. Het enige wat wij doen is gewoon op Facebook zitten niksen. Maar nu kunnen wij Facebook gebruiken in sociale media om deze kunnen groot te laten maken. Bedoel, kijk nu naar je Facebookgroep, hoeveel mensen er jij erin? Misschien 500, 600, 700 vrienden, weet ik veel of veel. En je moet zien, we kunnen een zieke structuur gaan bouwen, een ziek grote stamboom gaan maken. En gewoon samen met je vrienden keile geld winnen, dat is alles wat wij doen. Dus ik wil jullie echt gewoon aanmoedigen, bekijk dit fatsoenlijk, want het is echt de moeite. Het is geen vraag of het me scheert of niet, de vraag is gewoon, wil je geld laten werken voor u?